Ik ga onmiddellijk beginnen. Voilà. Goedemorgen, welkom. Um, mijn naam is Tobe Bayens en ik werk als adviseur onderwijstechnologie voor Erasmus Hogeschool Brussel. En in uh, deze webinar ga ik het hebben over digitale technologie in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Um, misschien even kort nog over mezelf, uh, wat ik doe. Um, ik heb eigenlijk uh, twee functies. Ik werk, ik werk halftijds uh, bij Erasmus Hogeschool Brussel als adviseur onderwijstechnologie. En ik werk uh, 20% momenteel bij PXL Hasselt in een onderzoeksproject over learning analytics. Uh, learning analytics, uh, dat is um, gebruik maken van data om eigenlijk studenten uh, of docenten of... Um, onderwijs, personeel, informatie te verschaffen over um, ja, hoe dat studenten leren. Um, mijn functie bij Erasmus Hogeschool Brussel is in de eerste plaats het ondersteunen van de digitale leeromgeving en uh, vorig jaar zijn wij begonnen met een overstap van ons huidige systeem Camilo uh, naar um, Canvas, een, een nieuw LMS. Um, maar aan de andere kant um, is mijn taak ook om docenten in het algemeen te ondersteunen. Uh, ik gebruik daar heel graag de metafoor van de burcht en de open stad. En, en de burcht is eigenlijk um, het systeem dat je als instelling aanbiedt: het uh, centrale systeem dat heel goed afgeschermd is. Bijvoorbeeld onze studenten. Uh, in informatiesystemen en um, alle zaken, personeelsadministratie, dat zit allemaal heel centraal. Um, en dan heb je de stad, uh, de stad die iets meer open is, um, waar uh, docenten uh, eigenlijk de, de sturing kunnen gaan doen, uh, maar waar er nog altijd een aantal randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld studenten moeten deel uitmaken van een cursus enzovoort. En dan heb je het platteland en dat is de vrijheid. En uh, in de uh, enquête die ik heb afgenomen bij docenten in het hoger onderwijs, uh, zie je dat er eigenlijk heel veel vrijheid is in Vlaanderen. Docenten maken gebruik van heel veel verschillende tools die ze zelf zoeken op de markt en uh, gebruiken deze om hun onderwijsproces te verbeteren. Uh, ik ga daar straks op terugkomen en uh, nog een aantal uh, meer zaken over zeggen. Um, maar ja, als adviseur onderwijstechnologie bij uh, Erasmus Hoge Hogeschool Brussel, sorry, um, ben ik dus bezig met dat centrale systeem. Uh, maar aan de andere kant vind ik het ook heel belangrijk om, om die vrijheid uh, mee te gaan ondersteunen. Uh, om docenten nieuwe tools te leren kennen, uh, te laten leren kennen. En om te kijken hoe dat we deze kunnen integreren. Hoe dat we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat er een koppeling kan gemaakt worden. Ik heb ontdekt uh, via mijn job in Hasselt dat dat heel belangrijk is, want in Hasselt ben ik dus bezig met die learning analytics, het verzamelen van data. En dit is heel makkelijk. Um, in de burcht. Maar uh, iets moeilijker uh, bij die externe tools. Um, waarom uh, dat project in Hasselt? Uh, de bedoeling is dat we een dashboard gaan ontwikkelen. Uh, en dat dashboard uh, moet docenten in staat stellen om studenten beter op te volgen. Uh, waar staat de student in zijn leerproces? Uh, hoe hard heeft hij gewerkt? En wat is de kans op succes? En daarvoor heb je die informatie nodig. En momenteel blijkt dat heel veel van die informatie komt uit dat centrale systeem. Um, en het is veel moeilijker om informatie te halen uit die uh, externe tools. Um, Oké, okay. uh, genoeg over uh, mezelf en mijn jobs. Um, enkele maanden geleden heb ik een enquête afgenomen. Uh, die is verstuurd geweest via de Flora-nieuwsbrief naar de docenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen. En die bevatte een aantal gesloten vragen en een aantal open vragen. Um, ik heb um, twee weken geleden. Uh, mijn analyse gedaan. Uh, er waren 48 mensen die die enquête hebben ingevuld. Dat is niet veel, maar ik ben wel heel blij met het resultaat, want het geeft wel een heel mooi beeld van waar die mensen en ik denk in het algemeen, het geeft een beeld van waar we in Vlaanderen mee bezig zijn. Uh, 36 van deze mensen hebben een beschrijving gegeven van. Tools, en dan denk ik weer aan dat platteland van uh, technologieën dat ze gebruiken in het onderwijs. Er zijn heel veel dingen die uh, terugkwamen, um, maar er is ook een ontzettende brede variatie in tools. De meeste docenten gebruiken niet één, maar vijf, zes, zeven verschillende tools uh, die dat ze uh, combineren om zo te komen tot een goede onderwijspraktijk naast tools. Um, ...heb ik van 21 mensen feedback gehad over welke bronnen ze gebruiken. Bronnen, dat zijn uh, informatiebronnen, websites... Um, ...waarop uh, informatie terug te vinden is dat docenten gebruiken in hun leerproces. En ik vind dat wel belangrijk, die bronnen. Uh, zeker in het kader van de Open Education Week... ...waarbij we toch ergens um, willen promoten dat mensen... Uh, meer gaan samenwerken door informatie te delen, maar ook door gedeelde informatie te gebruiken. Uh, dus uh, daar komen we straks ook nog even op terug. En dan zijn er 26 van die 48 mensen hebben de moeite gedaan om. De laatste vraag te beantwoorden, waarin ze een beschrijving geven van hoe onderwijstechnologie hun onderwijsproces concreet verbeterd heeft. En um, ja, dat was um, heel positief. Um, een aantal quotes: uh, digitale tools verhoogt de interactie in de klas, um, maakt snelle communicatie mogelijk. Um, zorgt voor meer autonomie bij studenten. Zorgt voor uh, flexibel leren. Uh, meer activerend lesgeven. Uh, snelle verbetering was, uh, en, en daarmee bedoel ik het verbeteren van toetsen en examens, was ook een zeer veel uh, gehoorde uh, feedback. Uh, dat het zoveel makkelijker en sneller en flexibeler is om. Opdrachten, maar ook digitale um, meerkeuze, uh, quiztoetsen te verbeteren. Uh, uh, maar ja, dit is een hele korte samenvatting, uh, maar het was eigenlijk opvallend positief, de resultaten van de enquête. Uh, ik, ik, ik zou heel graag hebben dat er nog veel meer mensen uh, zo'n enquête in, invullen en dat we nog veel meer um, goed practices kunnen delen. Maar ik ben al heel uh, tevreden met de resultaten van deze enquête. Um, we gaan even de enquête overlopen en de antwoorden. Um, de eerste vraag die ik heb gesteld was, um, had te maken met uh, activerend lesgeven. Um, en dan heb ik het over activerend, synchroon, uh, klassicaal lesgeven. Dus eigenlijk uh, het klassieke contactmoment, het hoorcollege vaak, waarbij grote groepen studenten um, in dezelfde ruimte aanwezig zijn en, en er vaak een eenrichtingsverkeer is van de docent naar de studenten. Um, mijn vraag was, uh, wat gebruiken jullie tijdens zo'n uh, hoorcollege? Hoe gaan jullie je studenten activeren? En uh, dan zie je dat 25 mensen uh, gebruik maken van een digitaal stemsysteem, 9 mensen van een digitaal collaboration board en 7 mensen gebruik maken van chat of online discussiefora. Um, en en dat, dat is toch wel opvallend hoeveel mensen kiezen voor een digitaal stemsysteem. Uh, misschien eerst even uh, ingaan op wat dat is, een digitaal stemsysteem. Um, een voorbeeld is Kahoot. En je ziet hier een foto. Bij Kahoot wordt er uh, gestemd uh, tijdens de les door middel van vier icoontjes. En. Um, een docent kan dus een vraag projecteren en de studenten kunnen daarop antwoorden door op het juiste icoontje en de juiste kleur te klikken. Um, een ander voorbeeld is Mentimeter, uh, dat um, heel gelijkaardig werkt. Um, nu, elk van die stemsystemen heeft een beetje zijn specifieke eigenschap, maar er is ook heel veel overlap. Uh, Kahoot is bijvoorbeeld iets speelser, iets meer quizachtig. Uh, Mentimeter is iets meer uh, presentatiegericht, dus op het presenteren van informatie afgewisseld met vragen. Nu, in de instellingen kan je er altijd voor zorgen dat bijvoorbeeld. Uh, er is iets meer vrijheid is bij Mentimeter en er is iets meer structuur is bij Kahoot. Er zijn zeer veel mogelijkheden. De meeste docenten gebruiken het vooral om snel feedback te krijgen. Er is ook een nieuw systeem en dat noemt Plikkers. Dat wordt ook door een aantal docenten gebruikt. En bij Plikkers heb je eigenlijk geen toestellen voor de studenten meer nodig. Elke student krijgt een A4-pagina met een barcode en de docent kan gewoon met zijn smartphone-camera de klas scannen. Dat werkt heel snel en heel vlot en uh, op die manier kan hij feedback verzamelen. Dat is misschien handig voor uh, docenten die uh, liever niet hebben dat studenten hun smartphone tijdens de les bovenhalen of die op een snelle en vlotte manier gegevens willen. Verzamelen. Um, wat is nu uh, de reden waarom uh, docenten stemsystemen gebruiken? Ik heb hier drie kolommen gemaakt. In de eerste kolom geef ik aan welke input ik heb gekregen van de enquête. Um, en daarna ben ik ook eens gaan kijken op het internet en, en, en heb ik ook mijn eigen mening altijd toegevoegd. Uh, uit de enquête blijkt dat docenten gebruik maken van digitale stemsystemen vooral om de betrokkenheid van studenten te vergroten. Een um, probleem vaak in een klassiek hoorcollege is dat de studenten uh, passief wegzakken in hun uh, stoel en. Um, je als docent eigenlijk heel weinig uh, feedback krijgt over um, uh, hoe, de student, um, hoe de student aan het werk is met de materie. En via zo'n digitaal stemsysteem kan je eigenlijk de betrokkenheid vergroten uh, en verwerking tijdens de les stimuleren, uh, feedback vragen aan studenten en interactiever werken met een grote groep. Um, producenten, als je dan gaat kijken op de website van producenten, dan zie je vooral twee woorden staan. Het is fun en het is interactief. Het is leuk is en het, het is interactief. Nu, ik denk niet dat um, het daarom is dat docenten het gebruiken. Uh, je merkt echt wel, als je tijdens een hoorcollege uh, zo'n digitale vraag stelt, dat er opeens weer heel veel aandacht is. Um, bovendien krijg je feedback van je studenten. Uh, stel dat je een, een, een stukje materie hebt uitgelegd en daar een vraag over stelt via een digitaal stemsysteem, dan kan je gaan kijken van hoeveel procent van de studenten is mee, hoeveel procent van de studenten is niet mee. Uh, en op die manier kan je uh, de beslissing maken om verder te gaan of om even terug uh, te gaan en een aantal zaken te herhalen. Uh, ik uh, Zeker vanuit mijn achtergrond bij um, PXL, uh, als project Learning Analytics, zie ik ook heel veel mogelijkheden via zo'n digitaal stemsysteem om data te verzamelen en actie te ondernemen. En ik kan daarvan een voorbeeld geven. Uh, wat je bijvoorbeeld kan doen is tijdens een les um, studenten een aantal vragen voorschotelen via een digitaal stemsysteem. En dan zou je bijvoorbeeld tussen een hoorcollege en een practicum deze data kunnen bekijken. En op basis daarvan je groepen indelen voor het practicum. Waardoor bijvoorbeeld sterke en minder sterke studenten um, in uh, gemengde groepen zitten. Waardoor ze uh, elkaar kunnen ondersteunen. Um, je zou ook achteraf kunnen studenten. Um, Feedback geven, um, studenten bijvoorbeeld die minder goed gescoord hebben op het digitale stemsysteem zou je een link kunnen sturen naar meer informatie, een YouTube-filmpje, een webinar, enzovoort, enzovoort. Um, maar dit heb ik niet gekregen uit de feedback van de enquête. Uit, het, uit de enquête blijkt vooral dat het een heel goede tool is om studenten te gaan activeren tijdens een hoorcollege. Uh, en... Um, het is eenvoudig, het is snel en het geeft heel veel feedback. Iets uh, minder populair was het Digitaal Collaboration Board. Een Collaboration Board dat is eigenlijk een, uh, een soort bord waarop studenten en docenten materiaal kunnen posten. En het meest bekende voorbeeld is Padlet. Uh, de vraag is: waarom is dit minder populair? Um, positief bij docenten was dat elke student input kan leveren wanneer hij wil. Producenten zeggen het is heel geschikt voor het verzamelen van ideeën. Um, studenten kunnen het gebruiken als portfolio, uh, kunnen het gebruiken om succesverhalen te delen. Uh, ik zie vooral heel veel vrijheid in zo'n collaboration board, omdat het gewoon een bord is waarop eender wie die deel uitmaakt en die rechten heeft, uh, materiaal kan posten op een manier. Uh, die niet gestructureerd is. Um, en ik denk dat daar ook een beetje de valkuilen zit van zo'n digitaal collaboration board. Uh, als je les geeft aan een grote groep studenten, dan wil je niet dat elke student op zijn eigen manier uh, input gaat leveren. En dan is zo'n digitaal stemsysteem een stukje handiger en beter controleerbaar. Het is trouwens ook mogelijk om in de meeste digitale stemsystemen gebruik te maken van open vragen. Dus als je dan toch zegt van ik wil uh, wat meer input. Uh, ik kan het niet zomaar in een meerkeuzevraag vatten. Dan kan je een open vraag maken. Ideaal bijvoorbeeld om uh, feedback te vragen aan studenten waarin ze hun mening kunnen geven. Um, en chat. En online discussiefora uh, worden ook weinig gebruikt. Ik ken een docent in, of ik heb gehoord uh, via het nieuws van een docent in uh, Gent, die gebruik maakt van een systeem, uh, een digitaal systeem om vragen te stellen. Dat is bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen gebruiken via chat. Je, geeft, je projecteert bijvoorbeeld de chatberichten en geeft studenten de kans om vragen te stellen of aanvullingen te doen. Maar ook hier uh, zit je met heel veel vrijheid. En veel vrijheid betekent vaak minder veiligheid voor de docent. Um, en het kan ook natuurlijk afleiden. Dus uh, ik denk. Um, dat om die redenen uh, de eerste optie, uh, stemsystemen, uh, veel meer gebruikt worden. Um, voilà, dat was vraag 1: uh, activeren tijdens de les. Um, in vraag 2. Ah, uh, ik zie hier op de chat iemand die nog een voorbeeld geeft van een heel handig stemsysteem, TLK.io. Um, het is een hyperlink, misschien, uh, ik ga er straks eens op klikken en kijken. Um, in de tweede vraag vroeg ik uh, hoe um, docenten studenten begeleiden. En hiervoor uh, had ik vijf opties voorzien. Um, hoe gebruik jij de digitale leeromgeving om studenten te begeleiden? En dan zie je dat de meeste docenten, 43, uh, zeggen dat ze teksten aanbieden aan studenten als voorbereiding of aanvulling op een contactmoment. Dat is natuurlijk hele ruim teksten. Um, 21 zeggen dat ze enquêtes of peilingen inrichten. 16 gebruiken portfolio's of blogs. En 27 eh, gebruiken interactief lesmateriaal. En 7 docenten maken gebruik van uh, simulaties of uh, ja, digitale omgevingen die een, 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 een labo bijvoorbeeld vervangen. Uh, en dan zie je eigenlijk toch wel ja, dat die teksten daar bovenuit springen. Um, wat natuurlijk heel logisch is, uh, teksten kennen we al heel lang en uh, bestaan in heel veel vormen en maten en gewichten. Um, uit ervaring weet ik ook dat uh, stand, uh, tekst um, door studenten sterk wordt geapprecieerd. Um, docenten hebben graag teksten, blijkt uit de enquête, omdat ze... Uh, die heel snel kunnen delen via digitale tools. Uh, ze kunnen die ook snel up-to-date houden. Uh, vroeger, als je een cursus had, kon het een jaar duren heer je je nieuwe versie kon aanbieden. Nu kan je eigenlijk continu gaan updaten. Ze kunnen een hele grote digitale bibliotheek aanleggen in het uh, digitale leerplatform. En uh, ze kunnen lesmateriaal op maat uh, gaan aanbieden. Um, ja, producenten en dan denk ik bijvoorbeeld aan um, uitgevers van digitale informatie. Die zeggen vooral het is altijd en overal beschikbaar. Um, dat is ook zo. Nu, ik heb daar een aantal bedenkingen bij. En, um, want ik vind het wel heel belangrijk dat die vrijheid voor studenten er is. Uh, studenten. Um, zijn momenteel um, niet meer gebonden aan hun desktop of hun laptop, maar zitten bijvoorbeeld heel vaak ook op mobiele toestellen. Uh, ik denk ook bijvoorbeeld aan een e-reader. Um, en um, al die uh, verschillende toestellen die um, gaan bestanden weergeven op een net iets andere manier. En persoonlijk um, zou ik toch wel durven zeggen dat het ideale bestandsformaat voor tekst nog niet bestaat? Um, zelf ben ik een hele grote voorstander van uh, HTML. Uh, wat wil zeggen dat je eigenlijk gewoon een pagina online aanmaakt voor kortere teksten en PDF uh, voor langere teksten. Um, nu, HTML. Zeer interessant omdat het platte tekst is. Die wordt bijvoorbeeld ook heel mooi weergegeven op een smartphone. Denk bijvoorbeeld aan Wikipedia. Dat is een heel uitgebreide encyclopedie geschreven in HTML. Die kan je zowel bekijken op mobiel als op desktop. PDF is zeer interessant voor studenten omdat ze dat kunnen downloaden, eh, waardoor ze die informatie ook altijd en overal beschikbaar hebben. Een PDF is vaak een klein bestand en wordt bijna ja, wordt goed gegeven op bijna elk eh, toestel. Eh, ik heb onlangs geëxperimenteerd met PDF en heb ik een cursus opgeslagen in twee versies van het Word. Eentje was A4 en eentje was A6. En het leuke aan zo'n A6-formaat is dat dit uh, perfect is om op de smartphone te bekijken. Uh, het is maar uh, een, een, een klein uh, onderzoekje dat ik gedaan heb, maar ik vond dat het resultaat zag er ontzettend goed uit op de smartphone, omdat er veel minder tekst op een pagina staat en studenten kunnen heel makkelijk scrollen. Uh, A4 uh, is uh, ook mogelijk, maar ik raad docenten dan aan om hun lettertype groot genoeg te maken, zodat het vlot wordt weergegeven. Nadeel bij PDF is wel dat het up-to-date houden iets uh, moeilijker is, um, maar um, ja, je kan dat altijd exporteren vanuit bijvoorbeeld Word en uh, veel mensen maken gebruik van Office 365, waar je dan eigenlijk altijd aan je brondocumenten kunt uh, en dan kunt aanpassen en delen, um, tot zover tekst. Uh, ik vind toch wel lesmateriaal op maat aanbieden, dat dat niet mag onderschat worden, dat gebruik ik heel vaak voor ondersteuning van docenten. Ik heb bijvoorbeeld een lijst met veelgestelde vragen in onze digitale leeromgeving. En als een docent dan een vraag stelt waarvan het antwoord in die lijst staat, dan deel ik gewoon de hyperlink. Waardoor ik heel snel informatie, de juiste informatie bij de juiste docent kan brengen. En daarvoor maak ik gebruik van gewone HTML pagina's. Een lijst met veelgestelde vragen. Voilà, dus dit gaat eigenlijk om het begeleiden van studenten. Het tweede was enquêtes. Um, enquêtes, uh, zeer interessant. Uh, je kan daar twee dingen mee doen eigenlijk. Uh, Met het tweede komt straks nog aan bod. Je kan daar um, feedback mee vragen aan studenten van um, waar sta je? Um, of uh, wat vind je? Uh, wat zou je nog graag uh, anders zien? Um, heel veel docenten gebruiken Office 365 uh, ook voor enquêtes of uh, Google Drive. Um, en um, de grote voordelen, zeggen docenten, is dat elke student input kan leveren, je kan heel gemakkelijk feedback vragen aan studenten en je krijgt meer participatie. Um, en. Um, zelf eh, probeer ik op het einde van um, een bijscholing altijd een enquête te doen waarin ik pijl naar uh, wat docenten vinden. Um, ik zie ook dat heel veel um, commerciële bedrijven nu bijna. Onderaan elke pagina de optie geven aan mensen om kort hun mening te geven: van dit was bijvoorbeeld een helppagina, deze informatie was nuttig of niet nuttig, of ik geef een punt van 1 tot 5. Op die manier krijg je heel snel feedback en weet je ook wat je moet uh, verbeteren. Um, producenten ja, die zeggen eigenlijk hetzelfde. Uh, en met enquêtes kan je snel informatie verzamelen en organiseren. Eh, organiseren wil zeggen dat je eigenlijk een soort dashboard krijgt, waardoor je snel antwoord krijgt op je vragen. Bijvoorbeeld hoeveel procent van, van de studenten begrijpt iets niet. Eh, en dat kan je meestal doen via grafieken en eh, vaak kan je ook de originele data downloaden in Excel. Eh, ik zie daar ook heel veel mogelijkheden voor Learning Analytics. Eh, maar uh, dan zit je natuurlijk weer dat met dat verhaal van de brug aan het platteland. Um, het probleem met bijvoorbeeld um, externe enquête tools is dat die informatie wel beschikbaar is, maar dat komt niet allemaal mooi samen in één systeem. Waardoor je nog manueel gaat moeten overzetten, en vaak gebeurt dat niet. Um, maar het zou heel interessant zijn om bijvoorbeeld um, regelmatig. Uh, op vaste momenten studenten feedback te vragen en dan te kijken naar verschillende opleidingsniveaus naar verschillende jaren toe hoe dat deze informatie verandert. Bij ons in Brussel Erasmus Hogeschool Brussel hebben wij een jaarlijkse studenten enquête, maar ik denk dat daar nog heel veel evolutie mogelijk is. Um, het is, ja, een van de belangrijke voordelen dat ik ook zie van die nieuwe technologie is dat die communicatie zoveel vlotter verloopt. En ik denk dat een enquête ook een vorm van communicatie is waarbij studenten op een hele vlotte manier feedback kunnen geven aan docenten. Iets wat vroeger toch wel uh, moeilijker was. Uh, het is ook een heel laagdrempelige manier. Uh, als je gewoon punten kan geven op een anonieme manier... Of je kan feedback geven uh, van op je smartphone uh, 10 minuutjes na de les. Dat is heel laagdrempelig en makkelijk. En, uh, ja, ik vind dat toch wel zeer uh, nuttig. Uh, portfolios zijn een ander element die uh, wordt gebruikt om studenten te begeleiden. Uh, ja, bij ons uh, zit dat nu in onze nieuwe digitale leeromgeving uh, Canvas. Uh, sommige uh, instellingen maken gebruik van OneDrive. Uh, ze vragen bijvoorbeeld aan de student om een Word-document te delen, uh, en dan kan je daarin uh, al je materiaal, een soort digitaal CV gaan opbouwen met wat je als student gedaan hebt, met links naar andere bestanden of met uh, inhoud van. Uh, Vaak worden portfolio's gebruikt bij grotere projecten. En je ziet toch wel dat dat een evolutie is nu om uh, toch meer te gaan inzetten op die zelfstandigheid van de student. Um, ik denk dat uh, digitale technologie er vooral voor gezorgd heeft dat uh, studenten de mogelijkheid kregen om uh, meer zelfstandig aan de slag te gaan en docenten de mogelijkheid krijgen om deze studenten te begeleiden. En dankzij de technologie is dat nu ook mogelijk bij grotere groepen. Uh, heel vaak wordt ook um, minder lesgegeven. Minder hoorcolleges worden gegeven, en die worden bijvoorbeeld vervangen door materiaal op de digitale leeromgeving. En in de plaats krijgen studentenopdrachten. En een portfolio is eigenlijk een fantastische tool om studenten gestructureerd aan zo'n opdracht te laten werken. Uh, ze worden veel actiever en dat zie je ook terug in de commentaren van de enquête: dat studenten uh, veel actiever zijn uh, dankzij die digitale portfolio's. Uh, het is ook heel makkelijk, omdat het, vanaf dat een student zo'n portfolio deelt, is dit beschikbaar voor de docent en kan die um, op eender welk moment uh, daarnaar kijken en feedback leveren. Dus je krijgt ook weer een vlotte communicatie over een bepaald project. Uh, producenten, ja, die zeggen ongeveer hetzelfde. Je kan samenwerken, je kan delen met wie je wil en je hebt altijd toegang. Delen met wie je wil is ook iets uh, wat meer en meer aan het opkomen is. Dat bijvoorbeeld docenten zeggen van, kijk, als student zou ik graag hebben dat je dit portfolio met mij deelt, maar ook bijvoorbeeld met een specialist vanuit het werkveld. En op die manier breek je eigenlijk een beetje de muren van het klassieke schoolgebouw open en krijg je op een vlotte manier uh, een, een relatie met het werkveld. Um, ja, ik denk dat uh, er een heel sterke evolutie aan de gang is in het hoger onderwijs naar leren door middel van projecten, waarbij studenten zelf uh, leerstof moeten verwerken. Uh, ook nog altijd via klassieke hoorcolleges, maar vaak ook uh, bijkomend via uh, digitale tools. En uh, de student meer aan het stuur zit en de docent gaat begeleiden. En dat gebeurt ook vaak via digitale tools. Um, en ik zie heel veel evolutie voor die portfolio's. Um, momenteel. Ik vind niet dat er al een ideaal systeem is. Uh, het delen van een document in OneDrive is oké, okay, maar heeft toch ook een aantal risico's. Ik merk ook dat ons eigen uh, digitaal leerplatform uh, Canvas en uh, het digitaal leerplatform PPXL um, um, Blackboard uh, toch ook nog niet 100% dat gebruiksgemak hebben dat je verwacht van een goed systeem. Uh, sommige instellingen gebruiken WordPress of een ander blogplatform. Uh, er zijn veel mogelijkheden, maar echt een ideaal systeem heb ik nog niet gevonden. Um, voilà, tot daar portfolio's. Een ander element dat vaak naar voren kwam bij uh, docenten um, om studenten te activeren tussen twee lessen door, is interactief lesmateriaal. En dan denk ik aan een leerpad. Um, uh, een leerpad is eigenlijk een opeenvolging van teksten en video's en oefeningen waarmee studenten zelfstandig aan de slag kunnen. Uh, maar dan zie je ook bijvoorbeeld dat uh, docenten aangeven, ik gebruik Google 360, Office 365 Forms om um, mijn interactief lesmateriaal aan te maken. Uh, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat ze uh, waarschijnlijk een opeenvolging van links maken. Uh, bestaande uit informatie, video's en dan af en toe een soort toets. Uh, en dat kan aangemaakt worden via uh, Office 365 Forms. Wat zeggen docenten? Zo'n interactief lesmateriaal is heel interessant, want studenten kunnen allemaal even voorbereid aan de les beginnen. Uh, Iedereen dat zo'n leerpad doorloopt, zo'n stukje interactief lesmateriaal, die heeft dezelfde informatie. En je zou kunnen zeggen tegen studenten van doorlopen tot je slaagt op een test, waardoor iedereen even voorbereid is, wat vroeger vaak niet het geval was. Uh, ik weet dat sommige docenten dat gebruiken als vereiste om bijvoorbeeld uh, toegelaten te worden tot een labo. Uh, ze zeggen vroeger was het probleem dat studenten onvoorbereid kwamen naar het labo. Nu laat ik ze een interactief uh, leerpad doorlopen. En pas als ze daarmee klaar zijn, mogen ze in het labo binnen, waardoor er veel meer tijd is om echt aan de slag te gaan en te experimenteren uh, in het labo. En minder tijd om bijvoorbeeld de basishandelingen uh, uit te leggen. Uh, Iedereen even voorbereid, zeggen ze. Aan de andere kant zeggen docenten, er is veel meer differentiatie mogelijk. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat een docent zegt van kijk, ik heb een uh, contactmoment waarin ik iets uitleg. Maar studenten dat um, willen, kunnen ook een interactief uh, leerpad volgen. En andere studenten kunnen misschien. Uh, een streaming uh, volgen of een opname volgen van een streaming. Waardoor um, de sterkere studenten uh, vaak meer zelfstandig kunnen gaan werken en, en, en de studenten die het nodig hebben in kleinere groepen begeleid worden. Uh, uh, ik, ik heb ook al gezien dat sommige docenten dat afdwingen. Die zeggen bijvoorbeeld uh, tegen bepaalde studenten van kijk. Jou wil ik in de les zien. En tegen andere studenten die uh, minder uh, moeite hebben met de leerstof, zeggen ze: van, kijk, je hebt die vrijheid, je komt naar de les of je volgt het online. Uh, producenten zeggen vaak: je kan zoveel oefenen als je wil met onze digitale oefeningen. Uh, ik vind dat een beetje gevaarlijk, uh, want één oefenen is niet altijd de beste manier om te leren. Uh, en twee. Um, het maken van oefeningen is ontzettend arbeidsintensief. Vaak is het bijvoorbeeld beter: uh, stel dat uh, je zegt van ik wil dat mijn student iets nieuws leert om een korte video te laten zien en dan één of twee oefeningen daarbij te voorzien die ingaan op die materie. Um, het aanmaken van hele lange lijsten met oefeningen uh, is vaak ja, zeker naar houdbaarheid ook niet uh, zo interessant. Um, dus uh, ik raad eigenlijk docenten vaak af om, om, om heel veel uh, remedieringsoefeningen op te stellen. Uh, liever een beperkte lijst die gelinkt is aan een stukje uh, leerstof. Um, ja, ik denk dat. Uh, we, en dat is uh, mijn mening over interactief lesmateriaal: dat we zeker in de toekomst gaan evolueren naar een systeem waar de uitgever een belangrijke rol speelt in het onderwijsproject. En ik denk bijvoorbeeld aan onze eigen hogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel. Bij Erasmus Hogeschool Brussel maakt de afdeling Multech, Multimedia en Technologie, gebruik van linda.com. Zij doen dat op uh, afdelingsniveau, uh, departementsniveau. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat uh, het materiaal van linda.com ergens een, een, een plaats krijgt uh, binnen het departement. Waardoor je eigenlijk uh, de rollen omdraait. Nu is het vaak zo dat docenten materiaal ontwikkelen of op zoek gaan naar, naar materiaal dat past binnen hun uh, curriculum, terwijl je zou het bijna kunnen gaan opdraaien en zeggen van kijk de uitgever maakt een curriculum en de docenten ondersteunen en begeleiden en voegen toe. Uh, momenteel wordt er heel veel, uh, heel vaak het water opnieuw uitgevonden, heb ik het gevoel en ik denk dat we eens moeten kijken van welke rol kan een uitgever hier gaan spelen. Uh, en ook weer Open Education Week. Um, Welke uh, rol kunnen we spelen in het samen ontwikkelen van materiaal? Um, want uiteindelijk, uh, zeker als je zo'n leerpad gaat ontwikkelen, daar kruipt ontzettend veel tijd in. En uh, vaak doen heel veel docenten dat uh, met dezelfde materie. En uh, hoe kunnen we dat gaan delen? Um, maar genoeg daarover. Uh, ik zou toch nog even wat feedback van studenten willen aanvullen over uh, zo'n interactief uh, leerpad. Want um, op zich, uh, het voordeel van zo'n leerpad is dat dat heel gestructureerd is. Het nadeel is natuurlijk dat studenten veel moeten klikken en minder vrijheid hebben. Uh, maandag was er een webinar over uh, Blended Learning, waarin gesteld werd van kijk, uh, in mijn eerste jaar. Heb ik um, een leerpad ontwikkeld. Um, maar uh, studenten hadden eigenlijk de neiging om door bepaalde modules door te klikken zonder goed na te denken om informatie te kunnen uh, bekijken. Dus uh, je moet daar eens over nadenken: van hoe ga je zo'n leerpad structureren? Ga je um, die modules aan elkaar koppelen en voorwaarden stellen om. De volgende modellen te bekijken of ga je dat helemaal vrij laten en um, enkel bijvoorbeeld de testen um, op bepaalde momenten of um, op basis van bepaalde criteria aanbieden? Zelf ben ik voorstander van informatie nogal vrij te delen maar gestructureerd te gaan testen. Um, en dan het laatste, de laatste vraag die ik gesteld heb in de enquête was van uh, welke simulaties gebruiken jullie? Uh, dat wordt zeer weinig gebruikt momenteel. Het is ook nogal ingewikkeld, denk ik, om een, een, een 3D-omgeving te creëren waarin studenten uh, experimenten kunnen doen. Uh, ik heb ook geen feedback gevonden van docenten in de enquête. Uh, producenten stellen dat natuurlijk altijd fantastisch voor en dat gaat altijd over het nieuwste van het nieuwste, tegenwoordig is uh, 3D, heel erg in en het levens echt kunnen doen van experimenten. Um, ik zie uh, zelf um, het vooral nut van zo'n digitale laboratoria is dat er. Uh, de vrijheid is om te experimenteren. In een echt laboratoria wordt vaak gewerkt met vaste experimenten omwille van de veiligheid. Dus eigenlijk krijgt de student een soort recept dat zij moeten volgen. Um, dat ligt vaak heel vast. Uh, terwijl in zo'n digitale laboratoria zouden studenten veel vrijer aan de slag kunnen gaan. En als ze dan een experiment gevonden hebben dat werkt, dat veilig is... Dit uitvoeren in een echt laboratorium. Dus ergens geeft dat ook wel veel meer vrijheid aan studenten, dat ze kunnen experimenteren. Maar zoals gezegd, het wordt weinig gebruikt. En dan zijn we bij de, nee, nog niet de laatste, de volgende vraag. Hoe gaan we studenten beoordelen? Um, ja, daar zie je eigenlijk dat uh, vooral opdrachten. Uh, docenten maken ontzettend graag gebruik van opdrachten, uh, maar uh, ook uh, een beetje formatief assessment, uh, peer- en group assessment, self-assessment, uh, maar vooral opdrachten. En er is een ontzettende evolutie uh, geweest in de laatste jaren. Over die opdrachten. Ik denk dan ook weer aan Google Drive, waarin het mogelijk is om een bestand te delen. Um, maar nu kan dat dus ook in uh, andere systemen en uh, met de mogelijkheid om assessment te doen. Hier bijvoorbeeld in onze leeromgeving zie je dat een docent gewoon online aan de slag kan met een stuk tekst. Um, bij de tools die docenten aanhaalden in de enquête zijn er ook een aantal die deze functionaliteit bieden. En je kan eigenlijk gewoon gaan verbeteren uh, op je tablet, op je desktop, op je laptop, uh, zelfs op je smartphone. Um, en je kan punten geven en studenten krijgen dat onmiddellijk en kunnen daar dan weer mee aan de slag. Uh, wat je ook vaak ziet is, uh, en dat past eigenlijk meer in assessment, is dat uh, het gradeboek. Uh, meer en meer populair wordt en een gradebook, ja, dat is een puntenboekje waarin docenten een overzicht krijgen van waar een student staat uh, en waar ook communicatie mogelijk is. Uh, bijvoorbeeld, uh, je kan in zo'n gradebook uh, commentaar geven aan een student of je kan in zo'n gradebook um, punten invoeren en tonen aan de student. Uh, wat zeggen docenten over opdrachten? Uh, ze kunnen studenten veel sneller beoordelen. Uh, een aantal docenten gaven aan dat ze via zo'n digitaal systeem anoniem kunnen werken. Dus eigenlijk zien ze de naam van de student niet, maar uh, kunnen ze wel punten geven op de vragen, waardoor ze uh, objectiever zijn. En uh, alles kan op afstand, waardoor afstandsleren mogelijk wordt. Ik denk dat zeker opdrachten daar een belangrijke rol bij spelen, aangezien opdrachten gaat over. Um, meer vrije informatie. Uh, en er zit ergens een menselijke kant aan. Als een docent aanduidt: van dit is niet goed en dit kan beter, dat is veel menselijker als dat je zo uh, feedback krijgt van een computer via multiple choice vragen. Dus ik denk voor afstandsleren dat opdrachten toch wel heel belangrijk zijn. Um, ja, ik ben bij PXL dus inderdaad bezig aan het, aan het maken van een dashboard en dat zal vooral gebruik maken van uh, toetsresultaten. Van waar staat een student, wat heeft een student bereikt. Ik denk dat daar nog veel evolutie is in dat dashboard. Uh, eigenlijk wil een docent op elk moment kunnen zien waar elke student staat in zijn leerproces en hoe dat komt. En ik denk digitaal toetsen heeft toch wel zeer veel voordelen ten opzichte van het manueel toetsen. Want alles is gewoon bereikbaar en gelinkt aan elkaar. En je krijgt een overzicht, en je kan daar statistieken en filters op toepassen. Waardoor je eigenlijk uh, volgens mij is toch wel een van de grootste uh, veranderingen in, in, in het onderwijs dat we digitaal gaan uh, testen en uh, dat we dat overzicht ook digitaal altijd gaan bewaren en bij ons hebben en gaan communiceren via onze gradebook waardoor er heel veel interactie kan ontstaan tussen docent en student. Um, ja, die andere elementen ga ik niet bespreken. We hebben daar te weinig tijd voor. Dus hebben we bij de volgende vraag: hoe gaan we interactie vergroten? Uh, en dan zie je dat er heel vaak wordt gebruik gemaakt van aankondigingen, berichten. Uh, ook een aantal docenten samenwerken en elkaar laten beoordelen. Uh, chat wordt zeer weinig gebruikt. Ik denk dat ook weer die veiligheid daar uh, minder is, plus uh, synchroon is natuurlijk minder. Uh, makkelijk als uh, asynchroon. En uh, discussiefora worden ook nog niet vaak gebruikt. Uh, ik denk dat er nog mogelijkheden zijn. Uh, interactie is volgens mij ook heel belangrijk, zeker als je naar afstandslering gaat kijken. En dan moet je ook uh, het mobiele toestel uh, niet uit het oog verliezen. Uh, e-mail is een hele goede vorm van interactie, omdat het ook overal en altijd uh, kan en iedereen het op zijn eigen platform kan gaan gebruiken, um, maar um, er zijn nog heel veel uh, mogelijkheden om die interactie te gaan verbeteren. Ja, en aankondigingen op cursusniveau zijn ook zeer interessant, omdat je daarmee toch weer wat kan gaan activeren of belangrijke informatie delen. Um, en dan zijn we bij de laatste vraag gekomen over uh, leerprocessen. Uh, digitale hulpmiddelen en dat vond ik toch wel verbazend um, dat uh, heel veel, uh, de grootste groep van docenten gaat gebruik maken van uh, presentaties met audio uh, videoopnames Video-opnames worden ook gebruikt uh, en live video streaming, uh, maar heel veel docenten gaan gebruik maken van uh, yeah, powerpoint. En dit aanvullen met een audio-opname. Uh, een doeltje dat daarvoor het meest gebruikt wordt is Office Mix. Dat zit in Microsoft Office en daarmee kan je slide voor slide dingen gaan opnemen en dan delen met de student. Uh, het is ook iets wat steeds meer aan populariteit wint, uh, het is ook iets heel makkelijk, zeggen docenten. Ze kunnen makkelijk iets opnemen, studenten kunnen dat dan gaan bekijken en opnieuw bekijken, waardoor er weer differentiatie mogelijk is. Um, het is ook uh, handig voor studenten dat niet aanwezig zijn, afstandsleren. En je kan weer gaan werken met kleinere groepen, want een deel van de studenten kan aanwezig zijn in de klas en een ander deel van de studenten kan dat dan thuis gaan bekijken. Ik denk dat zo'n opnames vooral ook kort en krachtig kunnen zijn. We hebben een docent bij ons op Erasmus Hogeschool Brussel die um, sinds uh, een paar jaar zijn uh, lessen uh, digitaal opneemt uh, via Office Mix en dan uh, deelt met de studenten en hij zegt dat hij. Uh, een hoorcollege van een uur kan vervangen door 30 minuten online materiaal, omdat je veel meer nadenkt als je zo een, een clip gaat opnemen en uh, je informatie veel uh, gestructureerder kan overbrengen. Um, en wat hij nu doet is dit materiaal laten zien tijdens zijn hoorcollege en dan uh, de andere 30 minuten, de andere tijd die, die vrijkomt, gebruikt hij dan om in interactie te gaan met studenten. Um, dus ja, daar zijn nog wel mogelijkheden. Uh, ik raad iedereen aan om het eens te proberen. Uh, en je hebt eigenlijk niks nodig. Een laptop, eventueel een goede microfoon. Uh, en een beetje software, maar die is vrij verkrijgbaar. Um, dan heb ik nog twee vraagjes en dan zijn we klaar. Uh, deze vraagjes uh, gingen over uh, het materiaal dat docenten uh, Aanbieden. En dan zie je dat docenten nog heel veel materiaal zelf ontwikkelen. Um, open materiaal gebruiken of door anderen ontwikkeld materiaal. Ik denk dat ze daarmee bedoelen dat ze materiaal delen. Uh, slechts twee docenten hebben aangegeven dat ze aangekocht materiaal gebruiken. Um, dus heel veel materiaal wordt zelf ontwikkeld. Uh, Iets waar dat we met de Open Education Week ook wel ergens verandering in willen brengen. Van kijk, hoe kunnen we docenten meer laten delen. Um, en dan de MOOCs, ook iets waar regelmatig opkomt. Hoe maken docenten gebruik van MOOCs? En dan zie je dat die MOOCs vooral worden gebruikt voor bijscholing van docenten. En uh, minder voor studenten. En uh, Slechts één persoon heeft aangegeven dat hij een MOOC ontwikkeld heeft. Ja, dat is normaal. Dat is ook heel veel werk. Um, uh, Coursera wordt vaak genoemd als platform voor MOOCs, um, maar er zijn een hele waslijst aan platformen. En uiteindelijk, wat is een MOOC? Een MOOC is delen van materiaal aan een grote groep mensen. Dan um, ja, zou je ook naar andere platformen kunnen kijken. Um, Voilà, ik ga uh, stilletjes aan afsluiten. Zoals je ziet heb ik hier uh, een aantal slides nog voorzien waarop alle tools en alle feedback van docenten is neergeschreven. Um, ik ga deze delen. Uh, je kan die dan misschien zelf eens doornemen, maar je ziet toch wel dat het zeer uitgebreid is. Ik heb alle dubbels er proberen uit te halen. Maar je ziet dat docenten zeer veel verschillende tools gebruiken, zeer veel verschillende bronnen gebruiken. En uh, ja, hier klopt de titel niet, maar hier staat eigenlijk van. Uh, hoe heeft dat jouw onderwijs verbeterd? Uh, en dan zie je toch ook een hele lange lijst van uh, punten waarin aangegeven wordt hoe die digitale uh, technologie het onderwijs uh, verbeterd heeft. Ik denk dat in Vlaanderen uh, nog heel veel mensen op het uh, genieten van de vrijheid van het platteland. Uh, ik denk dat er nog heel veel geëxperimenteerd wordt. Uh, ik denk dat dat goed is. Uh, ik denk dat we de burgt gaan nodig hebben om onze data beter te kunnen structureren. Ik denk dat de stad, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een digitaal leerplatform, zeker mee moet. Uh, Vaak werken we nog met verouderde technologie binnen de instellingen En is, uh, zijn die kleine tools veel moderner. Uh, en ik denk dat we dat platteland, al die tools, dat dat eigenlijk wel uh, heel boeiend is. Uh, dat die um, razendsnel evolueren, dat er veel geëxperimenteerd kan worden. En dat op die manier ook de stad en de burcht een beetje input krijgen. Um, voilà. Ik ga hier afsluiten. Het is uh, bijna 11 uur. Uh, ik had graag iets vroeger gestopt, zodat jullie vragen konden stellen. Maar je kunt dat nog altijd doen via de chat. Um, als jullie vragen hebben. Uh, deze webinar wordt sowieso gedeeld en op YouTube geplaatst. Dus daar kan je dan ook nog eventueel commentaar voor zien. Uh, maar als jullie vragen hebben, ja. Uh, je mag ze altijd stellen. Oké, okay, uh, graag gedaan en uh, bedankt om aanwezig te zijn. En als er geen verdere vragen zijn, dan ga ik hier uh, de sessie afsluiten.